Goedenavond, beste kijkers, en welkom bij de Rode Loper. Vanavond hebben we maar één onderwerp in de Rode Loper, namelijk het lang verwachte huwelijk van Tom de Kok, ster-DJ bij M&M, en Maarten Janssen, eindredacteur van grote showprogramma's als Eurosong, Junior Eurosong en De Mia's. Hun verhaal begint 5 jaar geleden, tijdens de opnames van het quizprogramma 1 jaar gratis. De Rode Loper sprak met de mensen die hen samenbracht, de koppelaars, zeg maar. Welkom bij 1 jaar gratis. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Ja. Jij begint, hè? Ah ja, oké. Okay. Ja. Oh, ik doe dat niet graag. Ja, nee, ik snap het. Ik hoop niet. Maarten werkte bij mij als redacteur voor het Swingpaleis. Toen hij hoorde dat ik nog juryleden zocht voor 1 jaar gratis, wou hij heel graag meedoen. Tom was dan weer mijn vaste opwarmer. En die ging dit jaar voor het eerst voor 1 jaar gratis werken. Was dat niet Swingpaleis? Ah, nee, 1 jaar gratis. Ah, en ik weet nog, de eerste avond kwam Maarten al zeggen hoe goed gekozen dat mij een opwarmer was. Ja, Tom moest opwarmen, want was er maar één dat er warm van kreeg, dat was die op de jurytribune. En Tom sprak mij tijdens een van de pauzes aan en het was echt overduidelijk dat hij Maarten zag zitten. Alleen was de vraag, is Maarten homo? Wisten we dat nog niet? Nee, ik ben dat gewoon gaan vragen. Ja, dat viel niet op, hè? Nee, het was een schoon ventje ook. Ja, dat is waar. Maar hoe is het dan eigenlijk echt begonnen, die twee? Zo? Was dat niet iets met een kerstmis? Tja, ik heb het gezegd. Die week namen we ook een speciale kerstaflevering op en Tom had zo een kerstmuts opgezet om in de sfeer te komen. En Maarten vond Tom ongelooflijk schattig in die kerstmuts. Nee, ik weet niet. Het enige dat ik vond u zo schattig. Nee, het enige, ja, ik ben dat sowieso gaan zeggen. Dat weet ik. Hè. Ik herinner mij nog, want ik stond dan in de gang bij Tom en Tom vroeg dan dingen aan mij over Maarten. Dan ging ik dat doorzeggen aan Maarten en dan moest ik van Maarten weer dingen aan Tom gaan zeggen en zo. Bla 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 bla, is dat zo gedingest. Maar wat ik mij nog herinner is aan de. Dat ik lag aan met mijn voet in het gips, waardoor dat ik niet mee kon gaan drinken in zeezicht en zo. Maar Jan moest mij dan komen halen s'avonds met een auto. En ik was daar redelijk laat nog en iedereen was weg. En dan zaten die daar nog zo met twee koekelfoezen aan het. Ik weet ook nog dat je zo met twee, dat je zo dacht van, er is daar iets aan het gebeuren. En dan daarna zijn ze volgens mij naar het zeezicht toch. Na de opnames, als de VIP-bar al dicht was, ging de ploeg meestal nog iets drinken in café het zeezicht. Ook die avond gingen er nog een aantal naar daar iets drinken. En plots begon iedereen te verdwijnen tot Tom en Maarten nog helemaal alleen over waren. Ja, dat was afgesproken, hè. Oh ja, dat was het spel, hè. En wie is er dan mee geweest naar dat café? Ah ja, maar dat was dus Eva, hè. En dan moeten wij uitleggen hoe dat hun relatie begonnen is. Maar dat weet je dat zelf? Ja, dat is van 2005 geleden. Ja, ik ben zwanger, hè. Ik weet helemaal niks. Eigenlijk zijn er maar twee die het kunnen weten. Hè? Dus voor alle details, Tom en Maarten. Zou ze een kousenband aan hebben? Ja, wie zou die dan aan hebben? Getuigenis van op de eerste rij dus. Toch vergt het heel wat overtuiging om deze koppelaars hun verhaal te laten doen. Want in de VRT-gangen waren er ook heel wat mensen die niet zo blij waren met hun gekoppel. Wij gingen op onderzoek. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik Maarten zag. Ik kwam het bureau binnen, de redactie van 1 jaar gratis. En hij zat daar alleen aan een tafel. Knap, very good looking, sexy. We zaten maar met tweeën op een bureau en dat klikte meteen. En ik wist eigenlijk dadelijk, dit is de man van mijn leven. Dit wordt hem. Zou Tom mij nu ook sexy vinden met die muts, ja? Hallo, dus ik ben Jimmy. Ik ben Dana. En Maarten hadden dus voor Dana gekozen. Dan hadden deze nu niet moeten missen.
En Tom, had jij voor Jimmy gekozen, dan kreeg jij dit te zien. Ik ben Maarten. En ik ben Maarten. Tom, wij vonden dat een perfect idee toen je ooit besloot om alle Maartens af te doen. En dat in alfabetische volgorde. Maar ja, je bent bij de J blijven hangen. Het was nog maar een letterke te gaan. En ik had eigenlijk gehoopt dat je langs achter ging beginnen. Allee, van zit naar A, hè. Maar allee, het is toch een Maarten, hè. Ik wou toch tegen de Maarten zeggen, eigenlijk ben ik toch de verbeterde versie van Tom. Hè? Grappiger, mooier, knapper, spontaner en ook wel heteroseksueler. Dus toch helaas voor de Maarten, ga maar voor die Tom. Ik ben zeker dat dat goed is. Ja, wat ik wilde zeggen over de Tom... ik ga me wel recht. Tom, je weet toch nog, ik stek mijn braadworst in dein sauerkraut, hè? Beloven, beloven. Nee, ja. En nu is het te laat. Ik vind dat Tom voor mij had moeten kiezen, omdat ik de enige garantie was op een kinderloos huwelijk. Tom de Kokjong, wat is dat eigenlijk? Ik versta er geen kloten van. Ik zit er al maanden te zeggen dat ik met jou wil kameren, joefen, rollenbollen. Ik wil dat je me pakt, maar nog maar heb. Ik schroef je dat hier al maanden uit. En nu? Nou, je bent er ook met die anderen of heb je daar eigenlijk niets van begrepen? Maar wat versta je geen vlam zou vallen? Ziezo, beste mensen, dit was de Rode Loper of voor één keertje de Roze Loper. Ik wens jullie nog een fijne avond en natuurlijk Tom en Maarten van harte proficiat. En we gaan er nu nog uit met een extraatje. Ik heb een jongen leren kennen, hij is heel erg mooi. Mega knap, hij lijkt wel een idool. Maar er is een groot probleem, hij valt niet op meisjes met een rok, alleen maar op een zekere Tom de Kok. Ik heb een probleem, ik voel me zo alleen. Tom keek heel diep in zijn ogen en toen was het echt verloren. Maarten voelde zich zo jalei-jalei-jalo. Hij ging dansen, hij ging springen, want Tom deed zijn hartje zingen. En toen voelde hij zich zo jalei-jalei-jalo. Maarten, wil je het echt niet aan met mij?